Edouard Teuns, je bent net terug uit vakantie uit het zuiden van Frankrijk. Hoe zijn de benen op dit moment? Ja, net terug. Ik heb ondertussen wel al een week en een half goed getraind. Maar het was even nodig na de Tour om een beetje rust te pakken. Vooral mentaal was het een lange periode opbouwen richting de Tour, Nationaal Kampioenschap en zo. Dus het was even nodig om de gedachten te verzetten. Maar de voorbije week eigenlijk op training, het ging wel goed. Met de Tour in de benen is een weekse rust niet slecht. Dus het wordt een beetje afwachten natuurlijk, de eerste rit, de intensiteit en zo. Maar ik heb er wel een goed oog op. Je hebt het afgelopen jaar al een beetje tegenslag gehad met de resultaten. Want je was duidelijk goed in vorm op het WK, net tweede. Welke ritten heb jij met rood aangestipt in deze ronde van Polen? Ja, ik denk dat er 3 ritten zijn die kans hebben op een massasprint. Ik denk dat de andere ritten misschien net iets te lastig zijn. Dus rit 1, 3 en dan de laatste rit. De eerste dag is het al direct een mooie aankomst. Bergop met wat kasseitjes. Dus we gaan zien hoe dat de benen voelen, maar ik heb er wel zin in, ja. Je zei het al, het lijkt mij echt een aankomst die jou moet liggen. Waar verwacht je dat het gaat openbreken vandaag? Ja, ik denk wel dat dat een sprint zal worden, maar een lastige sprint, aangezien dat toch wel wat bergop is in de laatste 600, 800 meter. Dus ik denk misschien bij het opkomen van de plaatselijke ronde, de eerste passage, dat er een paar schermutselingen zullen zijn. Maar ik denk wel dat tempo hoog zal gehouden worden in het peloton en dat we met peloton naar de meet gaan. En dan zal het denk ik een finish worden voor de sterke punchers en toch wel de sprinters. Jullie zijn hier ook natuurlijk voor het klassement. Met Tom Skujens en Antonio Tiberi hebben jullie 2 ijzers in het vuur. Is er al een klassementsman aangeduid? Skujens is ziek, dus die start niet. We gaan proberen met Tiberi. Hij is nog jong, maar ik denk dat het een ideale gelegenheid is voor hem om ervaring op te doen als klassementsrenner. In Hongarije stond hij op het podium, dus dat was heel sterk. Maar dit is World Tour, dus het wordt een beetje ervaring opdoen voor hem, denk ik. Oké, dankjewel. Heel veel succes vandaag. Dank u.